Goeiedag beste mensen, Pasen is weer voorbij, het is weer gewoon een normale dag, dinsdag, ik ben naar de bank geweest, want ik moest mijn bankpasje laten deblokkeren, ja, want zoals ik verteld had, had dus een medewerker van de ABN AMRO aangenomen dat het verdacht was dat ik een vraag stelde of mijn internetbankieren stopgezet kon worden. Waarschijnlijk had ze dat verdacht opgepikt en preventief mijn bankpasje laten blokkeren. Als vermist opgegeven dus, zeg maar. Nou, toen kwam ik aan bij de ABN vanochtend. Ik ben even naar het kantoor geweest. En toen zei die mevrouw daar ook, ja, als wij een beetje een slecht gevoel hebben over of het te vertrouwen is of niet, dan kunnen wij zo'n pasje inderdaad preventief laten blokkeren. Nou, gelukkig is alles weer goed. En ik had gisteren nog een andere mevrouw aan de telefoon van de ABN. En die zei, nou weet je wat, omdat het natuurlijk belachelijk is, wij gaan die mevrouw erop aanspreken dat ze dat niet zomaar had kunnen doen. En ter compensatie sturen wij morgen, dus vandaag, een bos bloemen naar u toe. En die bos bloemen die is inmiddels gearriveerd. Fantastisch. En met een excuusbriefje erbij, kaartje erbij van de ABN. Welgemeende excuses. Nou, zo wil ik het graag zien. Zo hoort het te gaan. Mensen horen juist hun fouten te erkennen dan. En gewoon, dan is alles weer goed, weet je wel. Gewoon medemenselijkheid. Dat is toch niet te veel gevraagd. Nou, gelukkig. Dus die bosbloemen, die is van mijn moeder. Ja, die houdt van bloemen. Ik ook wel, maar zij nog meer. Dus nou, fantastisch. Alles is weer goed. Het pasje doet het weer. En dan wil ik de afsluiting nog maar eventjes gezellig even zingen. Voor jullie. En even erbij dansen. Oké, doei, doei.